Bezig is van de ontwikkeling van Amsterdam. Wat ik in deze volgende plaatjes wil laten zien. Beeldend. Ik heb zelf een boot gekocht, als atelierboot hier op de Amsterdam. Onze prachtige sfeer en de rivier die toch iets weg had van wat u hier op het linkse beeld ziet. Precies het verschil dat heeft het volgende plaatje. Ik kan aan de andere kant van staan. Ja. Wat u zag was het Canal Saint-Martin in Parijs, dat ik goed gekend heb, waar veel kunstenaars hun ateliers hadden. En dit is wat er van geworden is, van het Canal Saint-Martin, nadat het opgeknapt was. Een leuke plek voor toeristen en waterfietsen, een gezellig terrasje. Maar zoals u ziet, de sfeer is totaal verdwenen. Volgende plaatje gaan. Dit is een schilderijtje van mijn hand, wat ik gemaakt heb in 1988 van Amsterdam. Je ziet hier nog heel goed dat je zo de poldering kijkt vanaf hier en de volgende plaatjes willen laten zien dat het Gaandeweg verdwijnt. Eerst is daar een grote bebouwing links gekomen, de helft is daar ongeveer half verdwenen met dat mooie gebouw van Herzberg, wat een prachtig gebouw vindt, maar het ligt een beetje ongelukkig. Volgende plaatje. Is het laatste plaatje? Nee, dat kan niet. Maar het wel. Nou ja, verhoudingen, ga je de plaatjes dan maar door, die spreken dan voor zichzelf. De verhoudingen, zichtlijnen hebben we het over, wij zien dat. Als je het over zichtlijnen hebt, wie neemt nou de zichtlijnen? Laatst nog één, weer hetzelfde verhaal. En daar is de Amstel afgemaakt. Dit is wat ons te wachten staat. Oh.